Welkom mensen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben Koen en vandaag ga ik de hele video praten alsof ik een sprookje ga vertellen. Nee, dat gaan we niet doen. Vandaag heb ik echt iets tof. Ik ga namelijk de Weekend League spelen met de 99 kaart van Wouter Burger. Yes, wat ongelooflijk lekker. Vind je zo'n video's dan leuk? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog. Doe dat duimpje omhoog. De Instagram van Wouter Burger zal in de beschrijving staan. Dankjewel dat ik op je account mocht spelen. Mijn Instagram staat er ook. Ja, volg mij ook gewoon. Koen, Instagram is Koen. In ieder geval, hij heeft dus die 99 kaart. Voor de rest heeft hij ook wel op zich wel een aardig team. Hij heeft Kepa op goal. Dan heeft hij op centerback onder andere David Luiz. Boom! Hij heeft Van der Sar op goal. Carlos Alberto op rechtsback. Virgil van Dijk en Ferdinand achterin. Dan heeft hij Mandy links. De Fantastic Mandy. Frenkie de Jong op rechtsmid. Die dan naar centermid gaat in game. Uiteraard, jullie snappen het. Zijn eigen speler, uiteraard 99. Ik ga hem spelen op cam. Terwijl hij eigenlijk misschien een betere CDM is door zijn verdediging. Maar ja, scheid aan, boeien. Ik ga gewoon spelen met 99 range. Spelen op cam. Okay. Neymar op linksmid. Dan heeft hij nog drie spelers die een beetje matig zijn. Die, ja, op zich. Die waren ook alweer even kijken op mijn blaadje. Oh ja, Gullit, Pelé en Ronaldo. Oh mijn god, wat een team. Als ik hier geen top 100 mee haal, wat zeker gaat lukken. Dit wordt mijn weekend, jongens. Top 100, we komen. Ik weet het gewoon zeker, het gaat gewoon gebeuren. Laten we maar meteen beginnen. In de allereerste wedstrijd komen we tegen een slechte... Oh. Oh mijn god, Sissoko, nee! Dan weet je gewoon dat je het lastig gaat krijgen. Maar dat was niet het geval. Ik kwam op 1-0 door Ronaldo. Echt, oh, die Ronaldo is echt zo goed, jongen. Besef even hoe sterk Ronaldo hier is bij het volgende doel met 2-0. Het is echt bizar. Moet je kijken, hij beukt iedereen opzij en maakt het 2-0. Toen kwam Ronaldo, echt bizar. 3-0. We scoorden de 4-0. We scoorden ook de 5-0. Burger zelf met de 6-0. We maken ook de 7-0. En besef even deze bal. Pelé, ongelooflijk. En zo wordt het 8-0. Oh mijn god, ik heb eigenlijk top 100 al gehaald. Het is echt bizar. Hij rage quit. We gaan 1-0 in de Weekend League. Oh! Oh, wat goed. In de volgende pot komen we er. Ja, prima team. Gewoon prima. Niks mis mee. Ja. 1-0 door Gullit. Hij komt door. Ah, ja, zo'n gemoken rebound op 1-1. En dan gebeurt dit. Dit is echt toch ongelooflijk bizar. Op een of andere manier krijgt hij die bal voor. En dan kopt Frenkie de Jong gewoon keihard in zijn eigen doel. Ik snap er helemaal niks van. Ik begrijp. Ik kan met mijn kop niet meer. Ik snap er echt helemaal niks van. Hoe kan dit nou? Gelukkig scoort Ronaldo de 2-2. Ronaldo met de poepgoal 3-2. Ronaldo scoort ook de 4-2. Die vent is echt niet normaal. Hij scoort nog wel de 4-3. Maar het mag niet baten. Want we winnen deze pot. En we gaan 2-0 in de Weekend League. Pot nummer 3 komen we tegen. Oh mijn god. Weer Sissoko. Het kan niet goed blijven gaan. Het kan gewoon niet. We beginnen echt met een wereldaanval. Heerlijk hakje naar Ronaldo. Ongekend. Daarna haalt de revanche. En scoort hij alsnog de 1-0. Dan krijgen we weer een fantastische goal tegen. Echt top. Top! Maar dan is onze 99 burger. Ja, ja, heerlijk. Dragbackie 2-1. Helemaal niks mis mee. Daarna heerlijk gedaan door Pelé. Balletje op burger. Hoppakeetje. 3-1. En daarmee is de kous nog niet af. Och, wat mooi gezegd. Want burger schiet en scoort ook de 4-1. Scoort de hattrick. Eerste hattrick voor hem. Meteen dan krijg je nog een flinke kans in de 90ste minuut. Maar ja, als je dit mist, dan... Ja. Dan ga je denk ik nooit winnen. We gaan 3-0 in de Weekend League. Lekker. Pot nummer 4 komen tegen een goed team. Gewoon, ja, een goed team. Gewoon een goed team. Neymar maakt voor ons de 1-0. Erg lekker. Neymar, legend. Ja, wereldspeler. MLP voor hem met de 1-1. Dat is dan weer iets minder. Zijn Mbappé scoort ook de 2-1. Ja, hier begon ik toch wel een beetje kortsluiting te krijgen langzamerhand. Maar mijn Neymar scoorde na 2-2. Heerlijk goaltje. En Neymar, ja, blijf gewoon zo fijne speler, jongen. Hij scoorde de 2-3 met Cruyff. Toen dacht ik wel van, nu gaan we even problemen krijgen. Maar daar kwam Ronaldo uiteraard met de 3-3. En toen in de verlenging blokte ik een schot van hem. En toen was het eigenlijk alsnog een penalty. Maar op zich kan je wel zien waar iemand heen schiet. Dus hij neemt zijn aanloop en ja, hij scoort gewoon alsnog. We staan 3-4 achter. We verliezen. We gaan 3-1 in de Weekend League. We hebben gewoon verloren met dit team. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dit? Top 100. In wedstrijd nummer 5 kwamen we niet tegen Sissoko. Dus ja, dat moet een easy win zijn. Uiteraard. We kwamen ook op 1-0 door Ronaldo. Ja, Ronaldo legend. 1-1. Hij kwam op 1-2 door Gomez. Hoe is dit mogelijk? Hoe sta ik achter tegen dit team? In de 35e minuut kan Ronaldo Ronaldo. Hoe mis je dit? Hoe ga je hier langs? Hoe kan dit? Maar daarnaast daar alsnog Ronaldo met de 2-2. Ronaldo ook met de 3-2. En Burger met de 4-2. En daardoor winnen we deze wedstrijd en gaan we 4-1 in de Weekend League. Pot 6, prima team. Pelé 1-0. Dan krijg ik op een of andere manier weer een fantastische manier. Krijg ik weer een penalty tegen. Hoe kan dit nou? Hij scoort vanuit de penalty de 1-1. Hij scoort ook de 1-2 met Oxlade-Chamberlain. Ja, Oxlade-Chamberlain. Dan maakte de 2-2 met Burger. Hij maakte 2-3 met Aguero. En toen werd het even binnenknijpen. Want ja, ik had niet zo heel veel tijd meer. Maar diep in verlenging. Diep in verlenging. Toch met de 3-3. Uiteraard door Ronaldo. Toen kwamen de pingels. Tijd voor de loterij. 1-0. 1-1. 2-1. Ha, mis. Ja, sukkel. 3-1. Ha, weer mis. Oh mijn god, wat lekker. En we scoren een Panenka. En daardoor, ja, winnen we ook deze pot. En gaan we 5-1 in de
Premier League echt top 100, jongen. We komen. We komen gewoon. Een goed berichtje na de wedstrijd. Ah, you're a noob. Although your team is beast. fuck you. En dankjewel. Het is niet eens mijn team trouwens. Dus eigenlijk gewoon met name fuck you. In pot nummer 7 komen we oh nee, Sissoko. Oh. Dan weet je gewoon dat je het moeilijk gaat krijgen. We kwamen ook 1-0 achter. Besef dit doelpunt. Ongelooflijk. Oh. Gelukkig kwamen we op 1-1 door Pelé. Dit was echt een beetje een lekkere Pelé-wedstrijd. Want we kwamen ook op 2-1 door Pelé. Erg goed gedaan. 3-1 door uiteraard Ronaldo. Hij scoorde met Son de 3-2. Ronaldo de 4-2. En dan dit, jongens. Ik speel... Nee, wacht. Zielige muziek. Zwart-wit. Ik speel al jaren FIFA. Ik begon met FIFA video's maken. Ik denk met FIFA 14. Hallo mensen, cool van NoPress.nl. Met vraag een nieuwe commentaar voor jullie. En vandaag ga ik een hele nieuwe serie starten. En in al die jaren heb ik flink wat doelpunten gescoord. Maar dit was me nog nooit gelukt. Als in, ik heb het echt wel vaak geprobeerd, maar het was me gewoon nog nooit gelukt. En nu eindelijk, geniet van dit doelpunt. Geniet van de 5-2. Oh mijn god, een scorpion kick. Het is nog niet normaal. Ongelooflijk mooi. Ik was hier zo blij mee, jongen. Een scorpion kick. Met Pelé. Echt fantastisch. Nu al mijn hoogtepunt van het jaar 2020 kan voor mij stoppen. Ik heb alles al gehaald wat ik moest halen. We winnen ook deze pot. Dan gaan we 6 in de Weekend League. In pot 8 komen we tegen... Jezus. Wat een team. Mijn team is goed, maar dit team? Kijk, je moet natuurlijk naast een goed team moet je ook gewoon skill hebben. En dat had deze tegenstander flink. Maar ja, ik toch nog net iets meer. Dus we kwamen op 1-0 door Burger. Op 2-0 door Neymar. Hij scoorde nog wel de 2-1 met Eusebio. Maar ik scoorde met Ronaldo de 3-1. En daardoor wonnen we deze pot. 7 om 1 in de Weekend League. In pot nummer 9 kwamen we tegen een oké team met Ben Yedder. En die scoort altijd tegen mij, dat weten jullie. Die scoort altijd. Zo ook deze wedstrijd. We komen 1-0 achter door Ben Yedder. echt een mooi doelpunt. Beetje onmogelijk, maar wel mooi. 1-1 door Ronaldo. Pelé scoorde 2-1. Dan wordt het 2-2 door Ben Yedder. Dan krijgt hij weer een pingel. Echt die gullet trapt ook echt iedereen neer, jongen. Heb ik geen Varaan, is wel gullet die het doet. Hij scoort de pingel met Ben Yedder. Hij scoort ook de 2-4 met Ben Yedder. Maar dan, jongens, het is weer tijd voor comeback time. Jawel. Ik wil graag spannende muziek en zwarte randen. Dank u. We komen op 3-4 door Ronaldo in de 80ste minuut. Een wereldgoal. Nee, echt vrij lelijk. Dan komen we op 4-4 door weer Ronaldo. Ongelooflijk. En denk je, gaan we naar verlenging? Zeker niet. Want daar komt Neymar. Jawel. 5-4. Laatste minuut. Hoppakee. 8-1. Weekend League. In pot nummer 10. Ik speel het aan met de Feyenoord-kit. Die heeft Wouter Burger ingesteld. De standaard-kit. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd niet met de Feyenoord-kit te spelen. Dan gaan mensen zeggen, ik speel met de Feyenoord-kit. En ik ben niet voor Feyenoord. Dus nu heb ik storing in mijn hoofd. Maar soms vergeet ik het. Dus dat jullie dat even weten. We komen tegen Sissoko. En ja, het kan niet goed blijven gaan natuurlijk. We komen 1-0 achter door Kevin De Bruyne. We scoren de 1-1 met Burger. Ook de 2-1 met Burger. Scoort hij de 2-2 met De Bruyne. Dit is een soort De Bruyne tegen Burger battle. Want wij scoren 3-2 met Burger. Dan scoort hij de 3-3. En dan komen de pingels. De loterij is er weer. Burger mist de winnende pingel. Het is echt ongelooflijk. Maar hij krijgt wel de wedstrijdbal, want hij heeft 3 keer gescoord. Dus hij is tevreden. Vind ik persoonlijk niet echt de topsportmentaliteit. Maar oké, kan aan mij liggen. 8-2 gaan we nu. Potje nummer 11. Oh mijn god. Jullie zien het al. Fut me Sissoko. Het is niet normaal. We komen 1-0 voor door Pelé. Lekker. Dan scoort hij de 1-1 met Louis. David Louis. Nee. Met de 2-1. Ja, een lekker doelpuntje. Neymar, echt goed. Ronaldo scoort de 3-1. Burger scoort zelf de 4-1. Goed afgelegd. Uitstekend gedaan. En geen verkeerde salto trouwens. Ik geef het een 8. En hij scoort ook nog de 5-1. Burgertje, lekker bezig, jongen. Pot nummer 12. Kwamen we tegen een goed team. En de linksmid laat mijn gevoel naar deze wedstrijd zien. Ja. Want we verliezen. We verliezen met 1-0. We gaan 9-3. Het is echt zo slecht. Besef, ik heb dit team. En ik ga gewoon slechter met dit team dan ik normaal ga met mijn eigen team. Echt ongelooflijk. Pot 13. De linksmid laat opnieuw zien. Niet hoe ik me deze keer voel in deze wedstrijd. Maar hoe mijn tegenstander zich voelt in deze wedstrijd. Want we verliezen weer. Ik ga 9-4. 9-4. Ik kan geen Elite 1 meer halen. Ja, top 100 gaat ook niet lukken, denk ik. Iedereen die normaal gesproken top 100 haalt, moet het heel slecht doen deze week. Laten we daar maar op hopen dan. Dan kan dat misschien nog wel. Nee, ik ga 9-4. Het is echt beschamend. Gewoon echt triest en beschamend. Maar het is even niet anders. Pot nummer 14. Tijd om weer eens even mijn best te gaan doen. Want ik was gewoon even boos. Ja, ik ging ook doorspelen als ik verloor. Ja, het is gewoon niet heel slim. Maar ja, wat je hier ziet in de tweede minuut. Het was weer geglitst. Je zag niet de tijd en zo en alles. Alleen, dan komt Neymar hierdoor en neemt hij de bal zo aan. En dat is echt ongekend. Ik had dat vaker. Want ja, ik speelde ook op zaterdagmiddag ook niet aan te raden. Als je weekendelijk gaat spelen om het zaterdagmiddag te doen. Ik deed het wel. Was niet heel slim. Maar we scoorden 1-0 met Ronaldo. Dat was lekker. We kwamen eindelijk weer een beetje terug in de vibe. We scoorden ook de 2-0 met Ronaldo. In de 40ste minuut pakte onze tegenstander een rode kaart. Ja, hij trapte Neymar volledig de rond. En dan kreeg hij rood. Prima. Hij scoorde nog wel de 2-1. Dat was dan wel iets minder. Ik scoorde de 3-1 met Ronaldo. En ik scoorde de 4-1 ook met Pelé. Fantastisch doelpunt. Hij ragequit. We winnen. 10-4. Oh mijn god, jongens. We zijn zwaar in vorm. Pot nummer 15. Tegen best wel een aardig teampje. Niks mis mee. Hij komt op 1-0 voordoor. Ja, echt wat een doelpunt. Oh, hij wordt tot triest. Hij wordt er niet goed van. FC wordt er niet goed van. Hij wordt aangeraakt. Gaat weer in. Vliegt ineens overheen. Met Pelé. Oh. Gelukkig maken we de 1-1 met Ronaldo. Wij scoren ook met Pelé. De 2-1. Dan komt Ronaldootje weer met de 3-1. Wouter Burger die rent gewoon rechtdoor en scoort de 4-1. Hij maakt op de 4-2, maar het mag niet baten, want ik win deze wedstrijd. En dan is het 11-4. En nog een goed berichtje naar de wedstrijd. GG bro. Are you a real player? Kijk, normaal gesproken is het een domme vraag, want ja, je krijgt niet zomaar een pro player card. Maar in dit geval was het
dat geen domme vraag, want het is niet een real player die speelt. Al kan ik wel aardig voetballen, moet ik zeggen. Mijn voetbalskills zijn zeer goed, maar... Waarom heb ik geen pro-player card? Waar slaat het op? Pot 16. Komen we tegen niemand meer dan Bahebek? Toch? Dat is toch Bahebek? Of is dat... Voor mij is dat Bahebek van Utrecht. We komen op 1 onder Pele. Dan scoren wij de 1-1 met... Ja, het is dus Bahebek, zoals je kunt zien. Dan krijg ik zowaar een pingel. Het is ongelooflijk, werkelijk waar. Ja, 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 maar ik krijg een pingel. En die score ik ook. 2-1 met door Pele. Lekker, lekker, lekker. Dan scoren wij de 2-2 met Bahebek. Ongekend. Eén keer zeg ik een naam en hij scoort gelijk doelpunten tegen me. Dan krijg ik naar een vieze panna tegen Furlin helemaal bos in. Ongekend. En hij scoort hem. 2-3 achter. Ja, en ik was een beetje gefrustreerd, want ik speelde alle potjes op zaterdag, want ik had een beetje tijdsnood. En dan paas ik de bal in zijn voeten. Oh. Hij scoorde 2-4. Daarna scoorde hij ook nog de 2-5 met buyback. En verlies ik weer. Ik ben zo slecht. Ik ga 11 op 5. Oh, ik schaam me kapot. Pot 17. Weer een goed team. Ik blijf maar tegen goede teams komen. Echt vervelend. We komen op 1-0 achter. Fantastisch gekeeper van de Sar. Echt fantastisch gedaan. Maar we scoorden 1-1 door Wouter Burger. Lekker hoor. Ik scoorde 2-1 met Neymar. Hij scoorde 2-2 met Mbappé. Maar wij scoorden 3-2 met Ronaldo. En zo binnen de pot gaan we 12 van 5. Oh jongens, Elite 2, we komen. Jawel. Pot nummer 18 komen we weer tegen Ben Yedder. Poeh, en je weet, daar ben ik gewoon niet blij mee. Want die is altijd goed tegen mij. We komen 1-0 achter en ja, ik verlies deze wedstrijd. Ja, geen zin om te lang bij stil te blijven staan. We gaan 12 van 6. Elite 3, we komen. Potje nummer 19. We moeten tegen iemand met het logo van de club van Bahebek. 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 Weet ik voor die vent heet Bahebek. We krijgen een pingel. Dat is lekker. Helemaal niks mis mee. Terechte pingel ook. Hartstikke terecht. Ik zie hem ook prima rechts met groen getuigen. Ja, hij houdt hem gewoon. Oké. Okay. Jammer. Daarnaast komt Ruud Gullit wel 1-0. Dat is lekker. Op 2-0 komen we door Wouter Burger. Hij begint langzaam in vorm te raken. Hij had tegen mij al verteld zelf al dat hij ja, zijn dribbling was niet zo goed. Ondanks dat het 99 is. Dat was ja gewoon matig, zei hij op een of andere manier. Maar hij was wel heel snel. Dat klopt ook wel. Maar het voelt. Nou ja, zijn kaart is goed. Maar het voelt niet als een 99 kaart. Laten we het daarop houden. We komen op 3-0 door Frenkie. En toen dacht ik eigenlijk van ja, deze is binnen. Dat leek ook wel op. Scoorde hij de 3-1. Ik scoorde de 4-1 met Ronaldo. Hij scoorde de 4-2. En hij scoorde de 4-3. En ja, je verwacht het al. Ik scoorde 5-3. Ja, allemaal gepreen. We gaan 13-6. Lekker. Pot nummer 20. Oh mijn god. De grootste hel aller tijden. Ik kom tegen Ben Yedder en Sissoko. Oh mijn god. Maar dit moet je even zien. Tiki-taka. Fantastische aanval. En ze komen we op 1-0 voor. Dan hij ook. Fantastische aanval. Rebound. Echt fantastisch. Staan we weer 1-1. Hij scoort ook de 1-2. Hij scoort ook de 1-3. En zoals je ziet, verbinding verbroken met de controller. Hoe dat is gebeurd, geen flauw idee. Ik heb hem totaal niet keihard tegen mijn bureau aangeslagen. Oh wacht, dat heb ik wel gedaan. Maar hij doet het nog, jongens. Daar gaat het om. Hij doet het nog. Nou, dan gaan we er even snel doorheen. Want nu komen er heel veel doelpunten. En ja, ik heb geen zin om over elk doelpunt te praten. Ondertussen ga ik jullie even vertellen om te vragen of jullie al geabonneerd zijn op mijn kanaal. Zijn je nog niet geabonneerd? Doe het even. Abonneer. Abonneer nu. Ja, oké. Okay. Inmiddels staat het 4-4. En zijn we in de verlenging. Breng ik zonder in. En ja, zonnetje. Oh mijn god, hij doet het. De 5-4. Lekker zeg. We winnen deze pot 14-6. Heerlijk. Pot 21 komen. Weer tegen Sissoko. Maar ik moet deze pot winnen. Ik verlies. Ongelooflijk. Ik ga 14-7. Ik moet nu elke wedstrijd winnen om Elite te halen. Maar geloof mij, ik ga er alles aan doen om dat te halen. Doen. 6, 8, 12, 4, 6, 9 winnen. 9 moet ik er winnen. Gaat lukken, ik voel het. Mijn volgende tegenstander had dit. Boeien, het maakt niet uit. Ik moet gewoon winnen. Boom, we komen op 1-0. En boom, we komen op 2-0. Tegenstander Rage Quit. En we gaan 15-7. De potten naar Boeien. Ja, die trainer heeft trouwens wel een mooie bril. Even serieus, dit lijkt al letterlijk op een bril die gewoon getekend is. Als ik een bril zou moeten tekenen, zou ik hem zo tekenen in ieder geval. 1-0 door Burger. Hoppakeetje, 2-0, lekker hoor. Dan maakt hij wel de 2-1. Maar bam, 3-1, joh, echt, we zijn zwaar on fire. Hij scoort de 3-2, dan ja, ook de 3-3. Maar hoppakee, daar is die Burger. Hattrickie, lekker hoor, 4-3. We scoren ook nog de 5-3 en we winnen deze pot 16-7. Wedstrijd erna. Oh, haal nou Lane Space uit de Weekend League EA, alsjeblieft. We komen op 1-0 voor de Ronnie. Hij maakt de 1-1, maar dan bam, Ronaldo met de 2-1. Lekker, heerlijk, heerlijk, heerlijk. 17-7 mensen, jawel. Pot 25 tegen Denzel. Jawel. Hoppakee. 1-0. Lekker. En hoppakee. 2-0. Ook heel lekker. Scoorde hij 2-1. Hoe dan? Hoe dan? Hoe kan dit nou? Hij scoorde ook de 2-2. En dan... Ja. Is dit het eind? Is dit het eind van onze elite? Onze weg naar elite? Is dit het einde? 120ste minuut. Ronaldo. Nee. Hij mist hem. Hij mist. Ongelooflijk. En dan moeten we weer naar penalties. Het is echt niet te geloven. Ja. Ja. Pele. Wat een held. 123ste minuut. Wat ongelooflijk lekker. De dromen zijn nog steeds, mensen. Het is ongelooflijk. We gaan 18-7. Let's go. De spanning was nu echt om te snijden. Pot 26. Ja, weer. Ja, 10. Ja. Boeien. Boom. We komen op 1-0. Oh, dit gaat echt lekker, jongens. En boom. We komen op 2-0. Oh. We komen op 3-0. En we maken ook de 4-0 met Burgertje. Uiteindelijk een beetje naar voren. We winnen de wedstrijd met 5-2. En we gaan nu 19-7, jongens.
jongens. Nog 4. Nog maar 4. Pot 27. Nee. AFC Sokko. Oh mijn god. We komen deze wedstrijd 1-0 achter door een corner. Oh, hoe kan dit nou? Ik heb geen corner krijg je tegen. En deze is zo'n belangrijke wedstrijd. En dan krijg je een corner tegen. Maar daar komt Ronaldo. Boom. Met de 1-1. Daarna een absolute wereldgoal. 2-1. Hij scoort dan wel de 2-2. En is dit dan het einde? Is dit dan het einde van mijn droom naar Elite? Ja, hij scoort. En hij shusht me daarna. En zoals je ziet, gaat daarna mijn controller weer op een of andere manier uit. Maar mensen, het was nog niet voorbij. Oké, wel, we verliezen. We gaan 19 om 8. Ik kan geen Elite meer halen. Ongelooflijk. Ongelooflijk, wat jammer. De wedstrijd daarna, ik ging gelijk door met spelen. Niet de slimste. We verliezen hem. Ik ga 19 om 9. En nu werd nog goud 1. Werd dan ook wel een dingetje, moet ik zeggen. Pot 29. Goud 1. Het zou nog moeten lukken. Hij heeft... Oh, nee, Sissoko. Nee. Maar ik moest eens gewoon winnen. Punt uit. We komen 1-0 voor de Ronaldo. Erg lekker. Hij scoort de 1-1 met Werner. En in de 85e minuut een lekker balletje op Wouter. En ja. Hij scoort hem. Hij schiet hem erin. 99 Wouter Burg schiet hem erin. En oh, een lekker saldootje weer. Ik geef deze 9. Uitstekend. We winnen deze pot. Gaan 20 om 8. En daarmee heb ik goud 1 gehaald. Ja, of ik die laatste pot speel, maakt geen reet meer uit. Dus dat ging ik ook niet doen. Ik wil hiermee bewijzen dat, ondanks dat ik misschien ooit gezegd heb van ja, als ik zo'n goed team had, dan zou ik wel Elite halen. Ik heb gelogen. Het speelde echt goede team. Alleen soms kwam ik gewoon niet door. En het spelen op zaterdagmiddag is gewoon niet te doen. Ja, dat lacht aan. De kaart van Burger zelf was goed. Was hij 99? Zo voelde hij niet. Misschien is hij beter op CDM. Want ja, op cam, ja, 3-3 shooting is niet heel best natuurlijk. En de speler die mij het best beviel, dat was zeker Ronaldo in de spits. Die was echt heel goed. En de allerslechtste was Gullit. Wat vind ik die vent slecht? Ik snap er gereed van, maar die bakte er echt helemaal niks van voor mij. Frenkie, die jongen is echt 3 klassen beter. In ieder geval, mensen, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Adios. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg een tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling. Jongens, de mop van vandaag. Er komt een man de kroeg binnen en ziet een vrouw zitten bij de bar en zegt van... Hey, jij bent zeker single. Die vrouw wordt boos van, ja, waarom denk je dat ik single ben? Mag een vrouw tegenwoordig niet alleen een biertje drinken? Wat ben je voor ouderwetse lul, wauw. Zegt die man, nee, je bent gewoon fucking lelijk. Doei.